De samengestelde inkoopmanagerindex, de PMI, voor de eurozone daalde in augustus tot 48,9 en bereikte daarmee de laagste standen in 18 maanden. Het component van de nieuwe orders van de conjunctuurenquête kwam dieper in krimpgebied terecht, wat erop wijst dat de inflatiedruk en de daaruit voortvloeiende druk op de reële inkomen de vraag blijven afremmen. De werkgelegenheid is intussen blijven toenemen, waarbij de werkgelegenheidscomponent van de enquête met 52,5 nog steeds duidt op groei. Belangrijk is echter dat het tempo van de banengroei tussen juli en augustus is vertraagd door een geringer ondernemersvertrouwen. Door de aankondiging van Rusland dat het de levering van de Nord Stream gas aan Europa voor onbepaalde tijd zal stoppen en de verslechterende economische vooruitzichten voor Europa, zou de bereidheid van werkgever om personeel in dienst te nemen de komende maanden verder kunnen afnemen. Daardoor bestaat het risico dat de werkgelegenheidscomponent in navolging van nieuwe orders tot onder de 50 daalt op krimpniveau dus. Thank you.